Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Te gast is vandaag Nathan Skvortsov. Hij heeft als bedenker van Lexa heel veel mensen geholpen aan de liefde van hun leven. Als bedenker van Kamernet.nl heel veel studenten aan een kamer. En tegenwoordig houdt hij als baas van Physitrack mensen van dingen af. Kwaaltjes namelijk, fysieke kwaaltjes. Nathan, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Je stelt je in je Twitter-bio voor als happy capitalist. Is dat omdat je dat systeem zo omarmt of omdat je het prettig vindt om op je 38ste al goed te zijn voor 9 miljoen? Ik heb het zelfs een happy-talist genoemd, inderdaad, om die twee woorden samen te voegen. En het idee is eigenlijk, iets wat altijd de kern is sowieso van goed ondernemen, is dat je je vult een vraag, zeg maar. Je geeft invulling aan iets waar behoefte aan is. En daarmee voeg je waarde toe eigenlijk aan de samenleving. Daar probeer je veel dingen, veel proefballonnetjes laat je op. En sommige die stijgen heel hoog op en andere die storten neer. En in het geval van Lexa en Kamernet was er destijds nog steeds heel veel vraag naar die producten. En waardoor je dus aan de ene kant als kapitalist gewoon goed je bedrijf runt. En happy in de zin van een beetje altruïstisch bijna. Gewoon ook aan een behoefte voldoet en mensen ook helpt. Je voegt echt waarde toe aan de samenleving. Ja, en ik heb ooit gelezen dat je elke dag de balans probeert te vinden tussen drie zaken. Health, wealth en happiness. Ja. Welke van die drie aspecten is het moeilijkst om in balans te houden? Dat is een hele goede vraag. En dat mantra heb ik eigenlijk al sinds mijn 21ste zo'n beetje. En ik heb er veel over gesproken met mensen naarmate ze ouder worden, dat die prioriteiten ook wel eens verschuiven, zeg maar. Maar op zich uiteindelijk, kijk, als je gewoon sterk bent in je hoofd en optimistisch, dus de happiness, zeg maar, dan vullen die andere twee zich ook wel zelf in. Ik zeg eigenlijk altijd dat de belangrijkste truc die iemand heeft, is om zichzelf te motiveren. En dan kan je eigenlijk alles doen. Ja, ja. Laten we even teruggaan naar 1999. Toen begon je met je vaste compagnon Kamernet.nl. Ja. Was dat vanuit een eigen behoefte geboren? Ja, dat was helemaal uit een eigen behoefte geboren. Ik was destijds net terug uit San Diego in Californië. En ik studeerde in Utrecht en ik was op zoek naar een kamer, want ik woonde bij mijn ouders weer. Dat was na die vrijheid in Amerika helemaal niet meer zo leuk. En toen ging ik bij een kamerbemiddelingsbureau langs. En op de ramen hadden ze allemaal mooie kamers aangeplakt. En ik dacht van, nou goed, is goed. Ik betaal 70 gulden was er nog. En dan wil ik die kamer wel hebben. Nou, dan bleek dat het totaal niet een up-to-date database was. Daar was ik zodanig door gefrustreerd. En zoals ze zeggen, de angry young men. Dat zijn een beetje de mensen die toch soms met leuke ideeën komen. Nou, toen was het idee eigenlijk heel snel geboren. Dus uit frustratie met hetgeen dat er toen was. Ja. Ja, ja. En een paar jaar later startte je met Lexa.nl. Ja. Was dat omdat je naar op zoek was naar een vriendinnetje? Nee, zeer zeker niet. Het was eigenlijk mijn compagnon Rob die het idee had om vooral een datingsite te gaan beginnen. Ik had helemaal geen zin in eigenlijk. Sterker nog, Lexa was eigenlijk een juridische vraagbaak, zeg maar. Ja. Die we eerst hadden opgezet voor studenten. Vandaar Lex, Latijn voor wet. Maar het ging heel snel heel goed met Lexa. Ten eerste was er eigenlijk nog niemand die studenten aansprak, want we gebruikten Kamernet als platform om die initiële 10.000 gebruikers. Dat is zeg maar voor Nederlandse datingsite de critical mass die je wilt hebben, op te bouwen. En we hadden een hele leuke database op een snelle manier. En toen rolde het als een lawine eigenlijk heel snel omhoog, die groeicijfers. Ja, en jullie zagen natuurlijk de meisjes die zich aanmelden als eerste binnenkomen. Heb je daar nog wel eens gebruik van gemaakt? Ik persoonlijk niet in elk geval. En we kregen, het is inderdaad de first dibs. En het Kamernet kregen we ook veel vragen van, goh, kunnen jullie niet een kamer achterhouden voor mij? Maar goed, dat werkt natuurlijk niet zo. Ik bedoel, als jij als eerste een meisje ziet lopen hier over de Kalverstraat, ja, wat voor waarde voegt dat toe voor dat meisje, zeg maar? Oké, dat niet. Twee belangrijke projecten die je samen met Rob hebt gedaan. Jullie hebben die twee bedrijven allebei verkocht. Ja. Een paar jaar geleden ben je begonnen met Physitrack. Ja. Zonder Rob, waarom eigenlijk? Waar u elkaar zat? Nee, zeer zeker niet. We gaan nog heel vaak met elkaar om. En ironisch genoeg zegt men wel eens dat je eigenlijk geen business moet bouwen op vriendschap, maar een vriendschap moet bouwen op business. En in ons geval was het echt het tweede. We ontmoeten elkaar eigenlijk als studiegenootjes toen we nog heel jong waren. Maar we zijn eigenlijk, ik ben echt heel gefascineerd door techniek en het bouwen en het ontwikkelen en eigenlijk het hele internet. En hij wilde toch meer de fysieke kant op. Dus Rob is vooral actief nu in onroerend goed.
En ik vooral nog steeds, eigenlijk steeds meer dan ooit met internet en ook met al die mooie apparaatjes die we uit Cupertino krijgen met de iPhone en de iPad en dergelijke. Ja. Wat eventjes het ontstaan van VisiTrack. Ik begreep dat, was het een zwager van je? Ja. Ja, die had op een gegeven moment wat fysieke klachten, ging naar de fysiotherapeut en kreeg een tekeningetje mee van de oefeningen die hij moest doen. Ja. En vervolgens dacht je van ja, dat is eigenlijk best wel ouderwets. Ja. Nou zijn dat van dat soort gedachten die volgens mij ieder mens wel eens heeft. En die een ander mens normaal gesproken laat liggen. En jij zag er gelijk een business in. Ja. Wat was de potentie die je toen al zag? Nou, het eerste wat je doet is je kijkt eigenlijk, dat heet Chinese marketing. Dus als je, hoe groot is je doelgroep en als je daar een bescheiden conversie op pakt, wat voor bedrijf zou je daar dan aan kunnen bouwen? Hè? Het is profit is king en cashflow is vanity. Ja. En het was een zodanig grote markt en het is zo'n enorm probleem in de orthopedische aandoeningen. Dat is dus 5% eigenlijk van het wereldwijde bruto nationaal product. Dat is een absurd getal. En ik denk van ja, ik vond het zo vreemd eigenlijk dat er nog niets voor bestond. Überhaupt niet. Sterker nog, een heleboel van de fysiotherapeuten in de wereld nu, die gebruiken nog steeds pen en papier om een oefening mee te geven, terwijl bijna iedereen een smartphone op zak heeft. Dus zelfs in de ontwikkelende landen. Mm-hmm. En dat was voor mij een enorme motivator, want ik dacht echt van god, dat is nog eigenlijk een van de weinige stukjes onontgonnen terrein. Dat we niet opnieuw komen met een foto-app of een dating-app of een sociaal netwerk. Want er zijn 1 miljoen apps in de App Store, zo niet meer. Hoe onderscheid je je? En het eerste wat je eigenlijk leert is een beetje, hoe onderscheid je als er 3 slagers zijn in de straat en je wilt een 4e bij openen, ja, hoe onderscheid je jezelf? Mm-hmm. Dus dat vond ik een heel aantrekkelijke propositie. En toen zijn we eigenlijk 2 jaar lang heel hard bezig geweest, want ik ben zelf geen fysiotherapeut, om te kijken hoe we dit moeten ontwikkelen, hoe we het in de markt moeten zetten. We hebben mensen erbij betrokken. En nu staan we eigenlijk aan een heel mooi product dat door heel veel fysiotherapeuten gebruikt wordt wereldwijd. Ja, want even in het kort, de patiënten krijgen een filmpje te zien, ja, waarin ze precies kunnen zien hoe ze de oefening die ze voorgeschreven hebben moeten uitvoeren. Hè? Correct. Ja, en die kunnen ook dan weer feedback geven aan de fysiotherapeut van ik heb het gedaan vandaag. Ja. Dat is in het kort hoe het staat. Klopt. En wat ik fascinerend vind is dat het heel snel heel groot is geworden. Hè? Wereldwijd, jullie hebben kantoren in 5 landen als ik me niet vergis. Hoe verklaar je het zelf dat het zo snel zo groot is geworden? Is dat jouw talent? Is dat timing? Nou, in dit geval is het eigenlijk meer noodgedwongen. In de zin dat je, ik vind Nederland een fantastisch land om in te ondernemen. Omdat je gewoon, je hebt 17 miljoen mensen. En als je iets vooral op consumenten georiënteerd wilt neerzetten, is het een fantastische doelgroep. Want de Nederlander is heel mondig en je leert snel of iets gaat werken of niet. Echter, onze doelgroep, fysiotherapeuten, dat is veel kleiner. Dat is, we hebben het in Nederland over ongeveer 30.000 fysiotherapeuten. Wereldwijd net iets meer dan 1 miljoen, 1,5 miljoen. Mm-hmm. Dus we moeten noodgedwongen om een beetje aan groei te komen, aan genoeg feedback voor ons product, dat we kunnen blijven verbeteren, naar meerdere markten uitbreiden, alleen al om te beginnen. Wat ik normaal eigenlijk niemand ooit zou aanraden, maar in ons geval was het een noodzaak. Hmm. Dus hebben we in Australië fors geïnvesteerd. We hebben ook een goede band met een grote universiteit daar, die ons enorm heeft geholpen bij de ontwikkeling. Dus gewoon de kennis in huis halen, zeg maar. Hmm. Verenigd Koninkrijk, daar hebben ze net iets anders gezondheidszorgmodel dan in Nederland, waardoor we ook de commerciële kant iets sneller op gang krijgen daar. En op die manier hebben we eigenlijk een mix van de beste hersens in de wereld op het gebied van fysiotherapie. In combinatie met eigenlijk een stukje marketing en verkoop van ons team. Dus het was noodgedwongen om maar aan groei en omzet te komen. Want die vijvers die zijn vrij nauw, wel diep, maar je moet ze wel zien te vinden in die markten. Ja, want even voor mijn idee, wat is jullie verdienmodel precies? Ons verdienmodel is eigenlijk drievoudig. Dus of we hebben een abonnement dat we verkopen aan de fysiotherapeut. Of we hebben eigenlijk een wat bredere set. Dus als je bijvoorbeeld een ziekenhuis bent en jouw fysiotherapeuten in dat ziekenhuis, of je zorgverleners, dat kan ook in de eerste lijn, die gebruiken VisiTrack. En je wilt als ziekenhuis inzicht hebben in hoe zo'n systeem nou eigenlijk werkt. Hoe snel, wat is de therapietrouw van je patiënten? In hoeverre worden ze snel beter? Of gaan hun uitkomsten vooruit of achteruit? Dus die hele big data, zeg maar, zoals dat tegenwoordig heet, dat verzamelen we ook. En dat is dus een aanvulling. Vullende dienst, die we doen voor grotere partijen. En daarbij verdienen we eigenlijk per patiënt een fee.
En de derde tak van sport is eigenlijk dat we ook bepaalde echt grote partijen, die laten ons product ook doorverkopen aan andere markten. Dus een soort black box distributie in de zin dat we ook wel white label doen hier en daar. Maar dat is eigenlijk het verdienmodel. Dus je moet eigenlijk altijd daar kijken, wie kan het betalen, aan wie voegen we de meeste waarde toe? Hoe vergelijken we dat tegenwoordig? Ja, ja. Op een zeker moment hadden jullie behoefte aan kapitaal. Ik geloof een 2 miljoen ongeveer. Hè? Iets meer, geloof ik. Iets meer. Hoe ingewikkeld was dat om dat bij elkaar te vissen? Niet zo heel ingewikkeld. In de zin dat we gewoon, als we kijken alleen naar de grootte van de markt en het feit hoe onontgonnen die is en het feit dat we eigenlijk met een heel ervaren team voor redelijk lage kosten een heel complete suite van producten in elkaar konden zetten, was ons verhaal gewoon zodanig sterk dat een boel van het risico, hè, in de zin dat we hebben geen grote gebouwen, geen dure inkoopkosten en dergelijke. Een boel van het risico konden we uitsmeren over een stukje marketing, een stukje verkoop. Je hebt het beroemde boek van Erik Ries, hè, de Lean Startup, mm-hmm. waarbij je eigenlijk dus steeds eerst een hypothese vormt en dan ga je kijken of dat werkt. Nou, dat hebben we enorm veel toegepast, passen we nog steeds toe, waardoor die investeerders heel veel vertrouwen in ons hebben gekregen. En is het al winstgevend te noemen inmiddels? Het gaat die kant op. We verwachten eigenlijk dit jaar cashflow positief te zijn. En we werken gewoon lekker door om daar goed snel te komen. Ja, want jullie hebben inmiddels ook een paar belangrijke partnerships gesloten. Hè, met verzekeraars, maar bijvoorbeeld ook een deal met Apple. Ja. Vertel daar eens wat meer over. Nou, zoals je weet is Cupertino nogal bekend om zijn geheimzinnigheid. Dus wat ik over mag zeggen is in elk geval dat in het tweede kwartaal vorig jaar Tim Cook, de baas van Apple, had aangekondigd dat ze de iPad verkopen willen gaan stimuleren wereldwijd. En Physitrack is een van de heel weinige bedrijven in de gezondheidszorg wereldwijd die gekozen is om daar Apple op een bepaalde manier mee te helpen, zeg maar. En ik verwacht eigenlijk op vrij korte termijn dat er behoorlijk nog wat nieuws uit die hoek zal komen. Maar het is in elk geval heel bijzonder voor een klein bedrijfje dat hier in Amsterdam zit te programmeren, onder andere. Dat de jongens uit Cupertino ons hebben gevonden überhaupt. Dat is enorm, enorm bevredigend. Ja, ik kan me toch voorstellen als je daar bent dat je je voelt als een kind in een snoepwinkel. Hè? Dat is toch wat walhalla voor ondernemers in de tech. Ja, je zit eigenlijk aan de top van de piramide, zeg maar. In de zin dat zij in hun app store en ook gewoon door hun media macht en kanalen heel veel macht hebben om iets te sturen in een bepaalde richting. En het is natuurlijk enorm. Het geeft heel veel voldoening als zij ook die meerwaarde zien in ons product die wij ook proberen te scheppen. Ja, ja. En ik zei net al, je hebt ook een aantal verbonden met verzekeraars. Hè? Niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland bijvoorbeeld. Raadst een mooie deal gesloten. Hoe zit dat in elkaar? Nou, het is eigenlijk vrij eenvoudig. Dus in Engeland hebben we bijvoorbeeld ook de NHS, St. George's. Dat is een heel bekend ziekenhuis, zeg maar. Het UMC van Engeland in Londen, als aandeelhouder. En het is dus zo dat verzekeraars ook in Nederland eigenlijk geen inzicht hebben in wat er nou eigenlijk gebeurt met fysiotherapie. Mm-hmm. En ze kunnen aan de hand daarvan dus ook geen risicoprofielen opstellen. Ze weten eigenlijk niet wat de uitkomsten en verbeteringen zijn van bijvoorbeeld naar een knieoperatie. Dus als jij een knieoperatie hebt aan de hand van je verzekeringspakket, geven ze misschien standaard 12 sessies bij een fysiotherapeut, terwijl je misschien maar 6 nodig hebt, of 18 of 24. En wij scheppen eigenlijk een heleboel inzicht in hoe die uitkomsten van patiënten zich eigenlijk verhouden tot de aandoening die ze eerst hadden en de efficiëntie van de fysiotherapeut zelf. Dus wij scheppen een heleboel inzicht, zodat ten eerste op de termijn de verzekeraar de patiënten die het nodig hebben meer kan vergoeden. Ja. Omdat ze weten dat het per aandoening een bepaald fysiotherapietraject voor staat. En aan de andere kant, voor de patiënt zelf ook, is het overal aangetoond, en we hebben nu ook zelf 2 studies lopen, dat de therapietrouw, dus het herstel, ook gewoon enorm wordt bevorderd door te oefenen met video's. Door de video's altijd op zak te hebben, door de mogelijkheid te hebben dat je zelf alles bijhoudt. Eigenlijk, het is eigenlijk net een soort pianoles. Als jij gewoon thuis een beetje oefent, dat is één ding. Maar als je elke week naar die pianodocent moet, en je wordt eigenlijk afgerekend op of je nou wel of niet geoefend hebt, dan ga je opeens oefenen. Ja, ja. Personal training, zelfde verhaal. Ja. Nou zijn dit natuurlijk de dingen die goed gaan. Nou is het zoals altijd bij het ondernemen dat er ook een hoop dingen misgaan. Geef daar eens een voorbeeld van. Waar lig je nou 's nachts echt wakker van? Nou, wat vooral interessant is, en dan komen we een beetje bij het Erik Ries terug, is dat tegen de tijd dat we een hypothese hebben uitgevoerd, hè, dus dat of getest,
best. Dat we bijvoorbeeld een nieuwe versie hebben gelanceerd die, die op zijn bek gaat, zeg maar. Dan moeten we echt terug naar de drawing board. Terwijl dat niet zo heel eenvoudig is, omdat je hebt bestaande klanten, je hebt een grote database, je werkt met hele gevoelige en vertrouwelijke gegevens. Dus dan moet je weer terug om iets te ontwikkelen, maar wel steeds rekening houden met de nieuwe dingen. En dat is eigenlijk het meest vermoeiende soms wel aan iets dergelijks. Omdat je bijvoorbeeld in tijden van Lexa, dat is heel simpel. Je hebt gewoon één app op het web draaide die toen was er nog geen iPhone. En dan pas je wat aan als er een bug is, dan fix je dat. Maar dus tegenwoordig word je eigenlijk noodgedwongen om meteen over verschillende kanalen je product te distribueren. Dus iOS, Android, web. En als er iets is, dan moet je dus op 3 plekken of 4 plekken dat gaan repareren. Rekening houden met bestaande gebruikers. Dus je bent een boel wendbaarheid eigenlijk kwijt, tenzij je een hele goede discipline is erop nahoudt tijdens het bouwen. En dat is eigenlijk wel hetgeen dat het meest van mij als CTO tijd vergt. En daarnaast is het eigenlijk een kwestie van, het klinkt een beetje cliché, maar net als dat Uber de hele taxibranche op zijn hoofd zet, heeft Physitrack ook het potentieel om dat te doen in een deel van de gezondheidszorg. Omdat we eigenlijk een boel dingen kwantificeerbaar en inzichtelijk maken die tot op heden eigenlijk gewoon met een vodje papier werden afgehandeld. Ja. Dus de vraag is, je hebt altijd een gat als het ware tussen de early adopters en de early majority en dan de rest van de groep. Dus dat gat overbruggen, zeg maar, dat je dan echt een mainstream product wordt, zeg maar, dat is iets waar je gewoon hard aan moet werken. Ja. Ik heb er volgens mij vertrouwen in en onze partners wereldwijd ook. Dus, ja. Ja, je noemde net al Eric Ries een paar keer. Ja. Jij bent een groot fan van managementboeken, hè? Ik heb er heel veel gelezen, ja. Ja. Ik denk dat eerlijk gezegd een boel tegeltjes waarheden, dat is ook weer het leuke van Nederland, een boel van die boeken ook kunnen samenvatten. Hè? Wat met de paplepel wordt ingegoten voor de gemiddelde Nederlander, daar hoef je geen managementboeken voor te lezen. Dat is gewoon common sense eigenlijk. Of dollars and cents, in de zin dat je gewoon, als je bedrijf geen geld verdient, moet je kijken waarom niet, waar schort het. En eigenlijk continu die dialoog met de klanten aanhouden. Maar het is wel zo dat als je iets wilt uitleggen of je wilt een breder kader, dan is het fantastisch eigenlijk hoeveel kennis je nu voor een paar tientjes kunt bestellen op internet en met een kop thee erbij of een glas wijn dat je eigen kunt maken. Ja, wordt het niet eens tijd om zelf een managementboek te schrijven? Ik weet niet of ik echt veel toe te voegen heb aan geen al bestaat, moet ik zeggen. Dus, over wijn gesproken wil ik niet oude wijn en nieuwe kruiken verkopen. En ik ben in dat respect ook wel wat ongeduldig, omdat ik het gewoon fantastisch vind om eigenlijk steeds met de klant in gesprek te zijn. Te kijken hoe we deze business verder kunnen groeien. En hoe we dus ook echt dat gat, die kans die er nu ligt, dat braakliggend terrein als het ware, hoe we dat op een mooie manier kunnen ontginnen. Ja, ja, ja. En Physitrack is nu voor de iPad en voor de iPhone, zeg maar, alle draagbare dingen. Ja. Hoe zien de draagbare dingen er over pakweg 10 jaar uit? Want dan is een tablet natuurlijk net zo ouderwets als een langspeelplaatspeler, hoe zeg je dat? Ironisch genoeg, dat vinyl komt weer helemaal terug. Hè? Ik denk dat vinyl ook een redding is voor muzici, in de zin dat zo'n plaat koop je wel, maar op Spotify verdien je er niks aan of weinig aan. Maar als we dus terugkijken even 10 jaar de tijd, hè? Dus dan schrijven we 2006 en we kijken naar wat voor apparaatjes men toen op zak had, dus je Nokia, en de fundamentele communicatiebehoeften, dus een sms'je sturen en bellen, dat wordt nog steeds vervuld. Je hebt eigenlijk meer vervuld. Je hebt nu meer een combinatie tussen die oude Nokia of Ericsson en een spelcomputer op zak of een PDA. Mm. Dat is samengevoegd. Ik weet niet, op een gegeven moment, echt veel kleiner kan je niet. Hè? De Japanners hadden vroeger nog veel kleinere toestellen, die Docomo's. Maar en het typen op zo'n klein dingetje, dat vind ik ook niet fijn. Je ziet ook de phablet, zeg maar, de form factor wordt steeds groter. Dus ik denk dat er een boel eigenlijk meer proactief wordt. In de zin van dat je met een smartwatch dingen kunt weten al wat er gaat gebeuren. Hè? Een afspraak die komt. Dus dat je eigenlijk steeds minder interactie hoeft te hebben met je daadwerkelijke apparaat. Ja. Tot slot nog heel even terug naar Physitrack. Ik heb jou ooit horen zeggen dat je in 2018 ergens tussen de 2 en 3 miljard eigenlijk behandelingen wil genereren. Ja.
Is dat inderdaad reëel? Het klinkt zo absurd veel. Het gaat, nou ja, het gaat om oefenprogramma's. Hè? Dus wij zijn zeg maar het stuk na de behandeling. Ja. En ik moet je zeggen dat het klinkt als een enorm nummer. Maar als je kijkt alleen naar hoeveel behandelingen er in Nederland zijn elk jaar. Dan heb je het over 1 miljoen. En het feit dat we onze oefenbibliotheek nu, dus de Fibio-bibliotheek, nu ook al naar het Hindi hebben vertaald. Het Spaans komt eraan, het Portugees komt eraan. Dat we dit heel snel met hele geringe kosten qua content in elk geval kunnen opschalen. Dus ja. De kern is eigenlijk dat we samen met onze partners het platform goed geïnstalleerd krijgen. De mensen goed erop trainen. En dan krijg je inderdaad denk ik een hele traditionele hockeystick-curve. Ja, het klinkt, omdat het zo snel gaat, ook als iets, als een bedrijf dat wel eens heel snel zou kunnen worden overgenomen. Het is altijd een kwestie van natuurlijk, hè, je hebt koper en verkoper. En het gaat altijd om een kwestie van hoeveel waarde iemand iets in iets ziet op een bepaald moment. We hebben interesse uit de VS, is er interesse getoond op bepaalde fronten. Maar we vinden zelf eigenlijk dat we nog, nogmaals het braakliggende terrein. We zien een hele mooie tuin voor ons die we daar kunnen scheppen. Dus we kijken zelf ook naar partnerships met mensen die samen met ons willen, hè, tuinieren als het ware, om dat goed te ontginnen. We blijven het volgen. Hartelijk bedankt voor je komst. Bedankt voor je tijd. Wilt u meer interviews zien, surf dan naar 7ditches.tv.